Mirte, ik las een stuk op U2Day, de website van de universiteit eigenlijk. En daarin stond, vrouwelijke studenten durven in Enschede niet meer alleen over straat. Dit is voor ons een noodkreet. En dat vond ik nogal heftig, want ik dacht, ja, waar zijn de vrouwen dan bang voor? Ja, ik denk dat als ik namens de vrouwen spreek, dat we bang zijn voor mannen eigenlijk. Maar natuurlijk niet alle mannen in het algemeen, maar mannen die opmerkingen maken, op je afkomen, je wellicht aanraken. Niet dat dat altijd gebeurt, maar vaak zijn het toch wel seksistische opmerkingen die je vernederen of kwetsen, maar je ook heel erg kwetsbaar laten voelen als vrouw, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. En dat gebeurt in Enschede op specifieke plekken of eigenlijk gewoon in de hele stad? Ja, ik denk dat ik voor mezelf spreek als ik zeg dat het op een specifieke plek is. Want voor mij is het heel duidelijk de Noorderhagen, route naar Jumbo voor mij. En ik denk dat dat voor mij wel een specifieke plek is. Ik kan niet voor anderen spreken of zij misschien ook ervaring hebben in andere straten. Maar dit is voor mij een plek waar ik vaak kom en het dus veel ervaar. Ja, nou, laten we het daar zo meteen nog even verder over hebben. Je hebt in ieder geval een petitie gestart. Die heeft nu, as we speak, bijna 5000 ondertekeningen. Dat is in één dag. Had je dat verwacht? Nee, dat had ik echt totaal niet verwacht. Want ik ben dus op een gegeven moment begonnen met het idee. En toen heb ik een tekst geschreven. Toen heb ik een beetje onderzoek gedaan van, hoe gaat dat in zijn werk, zo'n petitie? Toen heb ik hem opgesteld en eigenlijk gelanceerd nadat hij was goedgekeurd. En ik had ook al onderzoek gedaan naar, is er misschien een journalist die ik kan contacten als ik bijvoorbeeld veel ondertekeningen heb. Maar dat was helemaal niet nodig, want voor ik het wist, stond inderdaad U2Day op contact. En toen kwam het Bansia. En zo ging het door. En nu zit ik in deze rollercoaster van media-attentie, wat eigenlijk heel goed is. Dus daar ben ik alleen maar heel erg blij mee. Ja. Ja, wat doet het met je dat je zoiets kunt veroorzaken blijkbaar? Ja, ik vind het echt bizar, want ik had het echt zo niet verwacht. Maar het geeft echt een heel goed gevoel, want ik word toch wel gehoord. En ik doe het zeker niet alleen voor mezelf, maar ook voor al mijn vriendinnen van wie ik het hoor. En ook voor onbekende vrouwen die ik niet ken, maar die ik ook gewoon het gevoel gun dat ze veilig door hun eigen straat kunnen lopen. Ja, want dat vond ik nogal verbazingwekkend. Ik las ook dat je ergens had gezegd, ik kwam op een jaarclub met vriendinnen en bleek dat heel veel van jouw vriendinnen dezelfde ervaring hadden. Ik wist van niks. Ik heb die verhalen ook nog nooit gehoord. Ook niet van mijn vriendinnen die ook in Enschede wonen bijvoorbeeld. Is dit iets wat van de afgelopen tijd is? Ik denk dat ik wel kan zeggen dat het over de afgelopen tijd wel meer is geworden. Maar ik denk ook dat voor mannen het heel anders is. Tenminste, dat is mijn perspectief erop. Dat ik vertel het ook niet heel snel aan mannen. Want het is iets wat gebeurt. En dan denk ik, ja, dat is irritant. Maar ik heb ook wel gewoon een grote mond. Dus ik kan wel zeggen van, hou je mond dicht. Of ik denk, laat zitten, ik negeer het. Maar dus omdat ik dit gesprek start op de jaarclubavond, viel me eigenlijk op dat heel veel mensen er last van hebben. Ook dus mijn vriendinnen. En dat maakte me eigenlijk nog bozer, dat ook zij er last van hadden. En dat ook zij echt verhalen hadden waarvan ik echt schrok. En dat ze ook aangaven dat ze het gewoon echt eng vonden om alleen over straat te gaan. Ja. En toen dacht ik, dit is echt verkeerd. En ik denk dat voor mannen is het natuurlijk heel anders. Want als ik met een man door de straat loop, dan gebeurt het niet. En als mannen over straat lopen, wordt er niet naar ze geroepen door andere mannen. Het is alleen maar als ik alleen loop of met een andere vrouw. Daarom denk ik dat het wat minder bekend is bij andere mannen. Wat doet het met jou als vrouw als je over de Noorderhagen loopt en iemand schreeuwt je na van ik zou je doen of andere dingen die we hebben gelezen? Ik voel me dan ten eerste geschrokken, want ik schrik ervan elke keer weer. Je kunt er niet aan wennen, zeg maar. Ik sla zelf ook wel een beetje dicht van de schrik. Dan gaat er van alles door mijn hoofd. Waarom roept hij dit? Ligt het aan mij? Heb ik iets aangetrokken wat het uitdaagt? Wat natuurlijk ook belachelijk is, want ik zou moeten dragen wat ik zou willen. Dan denk ik, ze zijn niet alleen. Het is vaak toch wel een groepje of ze zijn met twee. Dan denk ik, nou, wat vindt die andere man ervan? Vindt hij het dan ook normaal? En zo gaat er eigenlijk heel veel door me heen. Maar ik voel me vooral
geïntimideerd, kwetsbaar, op klaarlichte dag op straat, wat eigenlijk totaal niet zou moeten. Ja. Wat was uiteindelijk eigenlijk de druppel die de emmer deed overlopen? Want blijkbaar maak je het vaker mee. En toch besloot je gistermiddag om een petitie te starten. Ja, ik denk dat echt wel de druppel was geweest. Inderdaad, die avond met mijn vriendinnen. Dat zij het ook zeiden. Want ik dacht van mezelf kan ik het wel hebben. Wanneer had je die avond met die vriendinnen? Afgelopen dinsdag. Oh ja. En toen 's nachts werd ik ook gewoon wakker. En ik was gewoon heel boos. En ik dacht, ik moet gewoon hier iets mee gaan doen. Want als ik niks doe, dan gaat het gewoon door. En dan blijft het normaal, terwijl het niet normaal is. Dus toen dacht ik, ja, ik moet gewoon iets doen met deze woede. Dus ja, toen heb ik al aan mijn huisgenoten verteld, ik denk erover om een petitie te starten. En toen hebben zij gezegd, ja, als je dat doet, dan supporten we jou daarin. En ja, toen ben ik er echt serieus over na gaan denken. En toen heb ik hem eigenlijk meteen geschreven en ingediend. En de volgende dag kon hij online. Ja, en nu dus bijna 5000 ondertekeningen. Ik zie ook Facebook min of meer ontploffen. Wat voor reacties krijg jij zoal? Ja, ik krijg heel veel positieve reacties. Van mensen vanuit heel Nederland, ook uit Amsterdam, uit Brabant bijvoorbeeld. Mensen die aangeven, ik heb hier ook last van. Ik wens je heel veel succes en respect dat je dit doet. Maar ook wel negatieve reacties. Stel je niet aan, trek een zak over je hoofd als je over straat loopt. Ja, dat zijn ook best wel heftige dingen dat ik denk, het is niet mijn schuld. Maar ik heb wel een soort van nuchtere blik erop van, je hebt altijd mensen die een andere mening hebben. Dus ik kan het wel accepteren, ook al schrik ik er wel van. Dat is wel zeker iets wat gezegd mag worden. Ja, dat geloof ik wel. Ja, trek een zak over je hoofd alsof het aan jou ligt. Ja, bijzonder. En dan rijst natuurlijk ook een beetje de vraag, een petitie is natuurlijk een weg om het aan het, nou ja, aan het voetlicht te brengen, ook bij inwoners en betrokkenen. Maar in hoeverre heb jij zelf wel eens, ben je wel eens naar de politie of naar de gemeente gegaan om het op die manier al eens op te lossen? Wat weten zij eigenlijk over wat er speelt? Ja, ik denk, er is een studentenhuis aan de Noorderhagen die eigenlijk vaak een melding maakt, tenminste van wat ik weet. En voor wat ik heb gehoord, maken ze daar niet heel veel gebruik van als politie. Omdat het toch vaak meldingen zijn van gekke activiteiten. Maar doen ze er niet heel veel mee. Verder had ik zelf, ik heb wel zelf aangifte gedaan van bijvoorbeeld een aanranding. Daar heb ik eigenlijk ook nooit meer wat van weer gehoord. Wat bedoel je daarmee, een aanranding? Ja, dat een man had mij als 14-jarige bijvoorbeeld aangeraakt op het zwembad. En toen heeft mijn moeder aangifte gedaan samen met mij, ID-kaarten bijgeleverd van de dader, maar wij hebben daar nooit meer wat van weer gehoord. Ja, toen ben ik afgelopen jaar ook een keer tegen mijn eigen deur aangerand, tegen mijn voordeur in Enschede. En daar heb ik eigenlijk geen aangifte van gedaan, omdat, ja, ik weet niet, ik heb dat toen niet gedaan. Omdat je het normaal begon te vinden? Ja, misschien wel. En ja, dat klinkt misschien raar, maar het was gewoon een situatie die ik zelf niet zo goed begreep. Ik schrok er ook heel erg van. En ja, omdat ik dus al die ervaring had dat ze er niets mee doen, heb ik toen ook geen aangifte gedaan. Maar nu, omdat natuurlijk die reacties kwamen op de Noorderhagen weer, was dit eigenlijk echt wel de druppel. En ook omdat anderen gewoon aangaven dat zij ook er last van hadden. En ik dacht er eigenlijk, want die maken dat ook mee. Vriendinnen van jou maken ook mee dat ze daadwerkelijk, naast dat er geroepen wordt, dat ze ook echt aangeraakt worden. Ja. Wauw. Ja, dat is wel echt heel heftig. En dat maakt me ook heel erg boos. Want van mezelf, zeg maar, ik ben gewoon wel een hard ingesteld persoon. Maar dat mijn vriendinnen er ook last van hebben, ja, dat maakt me echt nog bozer eigenlijk. Wanneer gebeurt dit eigenlijk? Dit soort dingen? Het roepen overdag. Ik denk dat naarmate het donkerder wordt, dat ze meer lef krijgen en ook echt naar je toe komen. Mm-hmm. Maar ja, dat roepen, naroepen, fluiten, inderdaad rare opmerkingen maken, gebeurt ook overdag. En zijn er specifieke kenmerken van die personen? Zijn het hangjongeren? Wat kun je daarover zeggen? Ja, zoals ik ook al in de Tubantia heb beschreven aan de journalist. Hij vroeg mij van, wat voor mensen zijn het? En toen zei hij van, zijn het buitenlandse mensen? Zei ik, nou, zeg maar, ik ben echt totaal niet racistisch. Ik kijk alleen maar naar de feiten. En de feiten voor mij op de Noorderhagen zijn dat het gewoon getinte mannen zijn.
vooral getinte mannen. En dat ze toch wel een donkere huid hebben. Ja. En gewoon mensen inderdaad. En trainingspakken, daar kun je aan denken. Ja, ja. En dat is natuurlijk moeilijk om op die manier te omschrijven. Omdat je mensen niet in een hokje wil stoppen. Dat er een soort van kausaal verband tussen zou zijn. Ja, want ik heb bijvoorbeeld ook al reacties gehad van dat ik een racist was. Maar dat is het totaal niet. Ik beschrijf alleen maar de mensen die naar mij roepen. En dat is gewoon een beschrijving die objectief is. Want ik zie dat met mijn eigen ogen. Duidelijk. Tot slot, Meerte. Je start zo'n petitie niet voor niets. Hè, je wil dat er een beweging komt. En misschien wil je mij als man bewust maken van dit wat er speelt. Wat beoog je eigenlijk? Wat wil je? Wat ik wil is eigenlijk al bijna uitgekomen. Nou ja, bijna uitgekomen in ieder geval gestart. Want ik heb ook contact gehad met de gemeente, met verschillende raadsleden. En ik heb ook al afgesproken dat ik waarschijnlijk eind juni de petitie mag aanbieden aan de burgemeester. En dat we samen met politie, handhaving, GGD en de gemeente om tafel gaan om manieren te bedenken om dit te voorkomen. Dan wel om het minder te laten worden, want het moet gewoon aangepakt worden. En ik ben heel blij dat de gemeente het ook oppakt. En dat ze nu ook zien dat het echt een serieus probleem is. Ja, wat zou je zelf voor kunnen stellen, heel concreet, wat er zou kunnen gedaan worden? Ja, ik dacht eerst aan meer toezicht op straat, sowieso. Maar toen ik met gemeenteraadsleden belde, kwam eigenlijk ook wel het idee om camera's op te hangen. Omdat camera's reguleren gewoon gedrag. En mensen gaan zich netter gedragen als ze weten dat ze in de gaten worden gehouden. En daarbij bijvoorbeeld als er iets gebeurt, heb je iemand op beeld. Dus daarbij sta je ook al sterker in je schoenen. En we hebben het gehad over een cisverbod. Ik weet niet of je daar bekend mee bent. Dat is een verbod op fluiten naar meiden. Of inderdaad die opmerkingen maken. Er kan gewoon een boete op komen staan. Dus op die manier willen we dan ook die mannen laten weten dat het niet normaal is wat ze doen. En dat het geen norm is. Ja. Meerte, dankjewel. Dat je opkomt voor de vrouwen in Enschede en dat we met elkaar kunnen proberen om de stad veiliger te maken voor iedereen. Dat is mooi. Ja, ik ben blij dat ik dit kan doen. Thanks. Ja.